Vandaag eten we burgers. En we blijven in de Mexicaanse sfeer, want ik ga lekker salsa bij maken van trostomaten. En ik heb cheddar kaas ga ik erop doen. En geen broodje, maar rijst. We hebben genoeg te doen. Aan de slag. Ik ga maken burgers met mais en Mexicaanse salsa. Wat heb ik daarvoor nodig? Tomatenpuree, witte rijst, trostomaten, verse koriander, limoen, biologische suikermais, hamburgers en cheddarkaas. En die cheddarkaas, dat gaat hem echt wel doen, denk ik, vandaag. Heerlijk. Ik begin met rijst koken, want die heeft het langst nodig namelijk. En het wordt vandaag een beetje een bijzondere rijst, want ik ga ook tomatenpuree door de rijst doen. Dus ik krijg een beetje rode tomatenrijst. En ik ga dit hele schattige pannetje gebruiken. Echt een rijstkookpannetje met een dubbele deksel, zodat hij niet overkookt. Ik heb alvast water gekookt en ik gebruik een maatbeker, want dan hoef ik de rijst niet meer af te gieten. Namelijk de hoeveelheid rijst, 1,5 keer hoeveelheid gekookt water. En je hoeft niet meer af te gieten. 300 gram. Zo. Zet ik alvast klaar. Heb ik hier dat hele schattige pannetje. En dan fruit ik eerst een klein beetje de tomatenpuree aan. Waar is nu? Hier is de tomatenpuree. Als je uit een blikje komt, kan die soms wat zuurig zijn. Als ik hem heel klein beetje aanfruit in zonnebloemolie, wordt hij wat zoeter. Dat vind ik wel heel erg lekker. Zonnebloemolie. Doe het op een klein vuurtje, want het is een klein pannetje. Hop. Hele geconcentreerde tomatenpuree. Doe ik in de pan. Tomatenpuree bij de rijst is gewoon heel lekker voor de smaak, maar het ziet er natuurlijk ook wel extra feestelijk uit, zo rood. Ik vind rood ook echt wel een goede kleur voor de Mexicaanse keuken. Zo, een klein beetje aanfruiten, heel zachtjes. Pas op dat het vuur niet te hoog is, want dan brandt het aan en dat willen we niet. Maar het is vaak als je iets aanfruit, ook zoals bijvoorbeeld als gedroogde kruiden, komen de smaken vrij. En dat willen we hier. Zo. Dan gaat de rijst erop. ...300 gram rijst en dan hebben we 450 milliliter, 1,5 keer zoveel water. Weer iets te veel, dus laat ik een beetje over. Zo. Een beetje roeren. Dekseltje 1. Dekseltje 2. Als je het vuur zacht zet, heb je geen omkijken meer naar. Als je aan tafel gaat, dan is de rijst gaar. Dan gaan we beginnen met de salsa. Deze heerlijke trostomaten. En daar heb ik nodig voor koriander en een klein beetje limoen. Die tomaten ga ik in stukjes snijden en even het zaadlijst uithalen. Anders wordt het te nattig. Dus het is ook groen en rood, het is echt Mexico. Geel. Een bakje klaarzetten. Ja, we maken er een feestje van. Het is een gekke zomer. Ik ben ook thuis. Ik had gedacht dat ik misschien wel op vakantie zou gaan. Maar het werd een thuisvakantie. Maar het is natuurlijk wel extra leuk om veel te koken thuis. Daar heb je nu alle tijd voor. Misschien ga je op vakantie toch iets meer uit eten. Nu kunnen we lekker veel koken.
Misschien mag je soms al een beetje wat familie uitnodigen. In de tuin. Dat is wel echt heel gezellig. De zaadlijst haal ik eruit. Ik heb even een apart bakje. Dat doe ik met een kleiner mesje. Haal ik er zo uit. Die heb ik vandaag niet nodig. De zaadlijst. Is wel hartstikke lekker. Kun je gewoon opeten als je wil. En de laatste. Zo. Dan ga ik dan de tomaat in reepjes en dan weer kleine blokjes voor de salsa. En we zitten nog steeds in de Mexicaanse week en er komen nog heel veel lekkere andere keukens aan. Zoals de Franse, misschien wel mijn favoriet. Spanje. Italië, kan ik lekker over mijn oom in Italië vertellen. Dus er is genoeg te koken de komende weken. Lijkt het toch een beetje alsof we op vakantie gaan. Maar ik zag wel volgens mij, als ik me kan herinneren, zag ik op internet dat het een extreem warme zomer wordt in Nederland. Nou, dan hoef je eigenlijk ook niet op vakantie of naar een ander land. Eén laatste. Zo. Ik zal maar in een salsa shop werken. Oh, enorm veel tomaat aansnijden. En deze salsa in Mexico noemen ze pico de gallo. Het is eigenlijk een tomatensaus. Tomatensalsa. Wordt heel veel gebruikt in die keuken. Het is ook lekker fris. Veel bij taco's. En wij maken nu een hele simpele met limoen en koriander. Je kunt er ook een uitje doorheen doen. Een rauw uitje. Dat doen we vandaag niet. Dat is niet mijn favoriet. Maar we houden het gewoon lekker simpel. Zo, deze erbij. Even mijn handen wassen. Verse koriander. Je moet ervan houden. Sommige mensen vinden het naar zeepsop smaken. Dus vaak, ook als ik koriander gebruik en er komen gasten eten, vraag ik wel even of ze ervan houden. Want soms als je er niet van houdt en er zit maar één blaadje in, dan is het meteen niet meer lekker. Het is wel een overheersende smaak. Ik hak de koriander fijn en die doe ik bij de salsa. Limoentje. Als je een limoentje rast, dan komen er zulke, ook met citroen trouwens hoor, maar komen er zulke lekkere geuren vrij. Het is zo fris. Ik heb eigenlijk altijd wel limoen of citroen in huis. Je kunt er zo makkelijk iets mee oppimpen. Of het nou zelfs een boterham of in je salade of in mijn ontbijt. Zou ik ook absoluut een beetje limoen of citroen doen. Ik doe ook een beetje sap er doorheen. Dit is ook een kwestie van proeven, hè? Hoeveel vind je lekker? Hou je echt van zuur? Wil je veel meer koriander? Beetje zout erbij. Peper. Echt maken naar je eigen smaak. Goed mengen. Oh, alleen maar voor de kleur is zo'n salsa geweldig bij een gerecht. Het fleurt het meteen helemaal op. Zo, die is klaar. Die zet ik apart. Kan in de ijskast. Misschien heb je hem nog een tijdje niet nodig en is dit je mise en place. Maar ik vind het wel lekker om ijs uit de ijskast te houden op kamertemperatuur. De koriander laat ik nog even hier voor straks ter garnering. Ook de limoen. Dan maak ik even dit schoon. Ik ga even één kijkje naar dat lieve pannetje doen.
Oeh, dat is lekker aan het koken. Oh ja, dan ga ik even omscheppen. Dat is leuk, joh. Rode rijst is net even wat anders. Kan ook heel makkelijk gewoon bij een ander gerecht, hè? Bij een stukje vlees of vis. Het pruttelt hard, mag lekker op laag vuur. Het heeft al gekookt. Goed, dan gaan we beginnen met deze mais. Doe ik nu hier op de grill. Kunnen het direct op, want ze zijn al voorgekookt. Zo kun je ze kopen. Kan ook heel goed op de barbecue trouwens, als het lekker weer is. Zijn ze nog niet voorgekookt, kun je dat thuis eerst even doen. Een kwartiertje in kokend water. Kunnen ze op de grill. Lekker. Ik doe de grill alvast aan, die maak ik lekker heet. Allebei de burger en de mais even insmeren met zonnebloemolie. Ik doe gewoon op het bordje. Ik heb altijd zo'n fijn kwastie. Hier. Een beetje rondom de mais. Oké, daar gaan we. Die lekkere burgertjes. Voor de liefhebber. Klein beetje zout erop. Peper. Wat je zelf wil. Even een andere tang voor de mais. Kijk, ik heb nu genoeg plek op deze grill. Maar anders kan je ook eerst door de midden snijden. Met een stevige mes. Met een scherp mes kan dat makkelijk. Lekker zeg. De hamburgers en de maisjes gaan lekker grillen. Ga ik rondom gaar grillen. Hebben wij even tijd voor een uitstapje. Namelijk naar een tros tomatenboer. Hoogst persoonlijk ben ik daar zelf heen gegaan. Want ik vind het altijd ontzettend leuk om te zien waar ons voedsel vandaan komt. En hoeveel liefde er vooral in zit. En vandaag bij de tros tomaten. Ik ben in het Noord-Brabantse Steenbergen en hier wordt het hele jaar worden de trostomaten geteeld. En Leo die laat mij precies zien hoe dat werkt. Hey Leo! Hallo! Wat een indrukwekkende kas is dit. Ja. Ik weet niet wat ik zie. Hoe lang is dit pad? Ongeveer 560 meter. Ongelooflijk. Ik snap wel dat je van die karretjes nodig hebt. Hoe begint de groei van een tomaat? Kijk, bovenin die plant zie je bloeiende trosjes. Ja. En uiteindelijk is dat uitgebloeid. Dan komt er een tomaatje aan, dan zie je een zetting komen. En elke tros naar beneden zie je die zetting, die zie je grover worden. Ja. Net zo lang. Totdat we bij oogstbaar product gekomen zijn. Wat is dit? Dit zijn sluipwespen. Sluipwespen gebruiken wij om onze plagen onder controle te houden. Op die manier voorkomen we dat we met chemicaliën moeten ingrijpen. Van het bloemetje totdat ik hem kan knippen. Hoe lang is het proces? Ja, ongeveer 4 maanden. Hoe lang duurt het voordat het in de winkel ligt? 1 dag. 1 dag? Ja. Dus dit ligt morgen in de supermarkt. Ja. Want kijk, daar zijn bergen tomaten en die worden daar op kleur geserveerd. Ja, geserveerd op kleur en inderdaad op gewicht, dus op grootte. Hoeveel kilo gaat er elke dag de deur uit? Ja, losse tomaten, max 70.000 kilo. 70? Ah, ongelooflijk. Ja. Het afknippen? Ja, ze moeten eerst allemaal rood zijn. Ja. Knip hem zo dicht mogelijk bij de stengel zo af. En dan leggen we hem in de doos. Ik wil er ook wel eentje doen. Ja. En dan pak je een tros die, waar alle tomaten rood van zijn. Dus deze kern, die kern. Mag deze? Ja hoor, die kan mee. Leo, deze neem ik mee. Prima. Ik ga er een salsa van maken. Dat is helemaal goed. Ik vind ze mooi vuurrood. Heerlijk. Oh, ze ruiken ook lekker. Leuk. Ik vind uitstapjes echt leuk. Ga ik ook vaker doen. Gelukkig. Ondertussen heb ik de burgers
omgedraaid. We zijn bijna gaar. Ik zet het vuur uit. Blijft de grill nog lekker warm. Ook deze rijst is gaar. En dan als finishing touch, wel echt heel lekker, gaan we cheddar kaas op de burgers doen. Pak ik even een, toch even een schaartje. Kijk, die leg ik erop. Hoeft maar heel eventjes. Anders komt de hele grill ook onder te liggen met cheddar kaas. En de mais is ook al lekker gaar. Die was natuurlijk al gaar. Klein beetje warm grillen. Klein beetje smelten. Kunnen we bijna aan tafel. Maar niet voordat ik heb verteld wat ik morgen ga maken. En dat zijn taco's met zoete aardappel en gehakt. En ik ga echt van die taco schelpen gebruiken. Lekker met zoete aardappel, komijnen doorheen. Gehakt, wordt hartstikke lekker. Maar eerst deze burger. Met de salsa. Ik ga hier mijn bordje op maken. Hop. Kijk eens. Lekker voor de kleur. En gewoon hartstikke lekker de smaak. Pannetje is wel erg heet. Dus houd ik even vast. Dat is wel echt feestelijk, hè, die kleur. Ik heb vandaag dus gekozen voor een voor rijst in plaats van een broodje. Je kunt ook kiezen voor een broodje, uiteraard. En dan die lekkere mais. Kijk, lekker streepje erop. Die kun je in zijn geheel op het bord leggen. Dat je een beetje kan knagen. Maar doe het iets chiquer. Ik haal het eraf vast. De mais eraf. Kan namelijk heel makkelijk met de mes. Vaak blijven ze gewoon aan elkaar zitten. Ik heb wel een stukje service voor je gasten, toch? Dan hoef je niet meer te knagen. Kijk eens. Lekkere, warme, zoete suikermais. Ah, ik had ook nog limoen over. In plakjes. Lekker voor erbij. En een beetje koriander. Haha, die lekkere hamburger. Cheddar kaas. Die gaat erop. Die heerlijke salsa erop. Oh, kijk eens wat die kleur doet. Geweldig, toch? Heerlijke limoen erop. Nou, taartje. Kijk eens. Oh. Oeh. Daar gaat limoen. Ik ga proeven. Uiteraard. Moet ik even proeven wat ik heb gemaakt. Burger met cheddarkaas. Eerst even die hele grappige rode rijst. Je proeft echt die tomaat. Dat is heel leuk. Dat is heel verrassend. Van alles een beetje. Ja, dit wordt gewoon een smaakexplosie. Ik voel het al aan. Hamburger is super sappig. Die mais is echt zoet. Is heel lekker erbij. Warm. Frisse van de lekkere salsa. Die kaas die doet het hem, dat is gewoon ongelooflijk lekker. Dit is echt, nou ik zou zeggen, dit is een vrijdaggerecht. Het is dinsdag, maar kan ook makkelijk op vrijdag. Echt ontzettend geslaagd. En ik zie je morgen weer. Ga ik taco's maken. Doei!